Veel kinderen denken dat als je eenmaal een paar video's op YouTube hebt geüpload en je hebt misschien 1000 views te pakken op een video, dat het YouTuber automatisch je baan is. En dat je hier dus heel gemakkelijk je geld mee verdient. In deze video ga ik alle taboes omtrent YouTube als werk uit de wereld halen. En ik zeg je nu aan het begin van deze video alvast, als je YouTube wil gaan doen als werk en je doet het voor het geld, begin gewoon niet. Yo Nintendo fans, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe Rikka Q&A. Als eerst wil ik jullie heel graag bedanken voor alle toffe support die ik heb gekregen op mijn vorige Rikka Q&A, waarin ik het had over mijn ziekte. Ik vond het van tevoren heel spannend om deze video te uploaden, omdat heel veel mensen niet aan mij zien dat ik ziek ben. En ik was dus echt benieuwd naar jullie reacties en die waren allemaal zo lief en zo positief en zo opbeurend. En daar wil ik jullie heel erg voor bedanken. Ik las ook in de reacties dat een aantal van jullie ook last hebben van klachten die je aan de buitenkant niet ziet. Maar waar je dus wel 24 uur per dag dus eigenlijk altijd gewoon last van hebt en dat je daardoor bepaalde dingen niet meer kan doen. Ik hoop dat mijn video jou een klein beetje geholpen heeft als je hier ook last van hebt. En onthoud dit. Als je kan leren om je gedachten positief te houden en om opgewekt te blijven, dan helpt het zoveel in je dagelijkse leven. Het zal misschien nooit meer zo worden als hoe het vroeger was, maar als je probeert dit negatieve om te zetten in positieve gedachten, dan gaat het je heel erg helpen. Maar ik vroeg jullie natuurlijk om vragen te stellen in de comments, zodat ik ook weer een volgende Rikka Q&A kon opnemen. Doe dat ook weer onder deze video, zodat er ook een deel 3 kan komen. Hey, poesje! Nou. I said no, Max. No. You're mean. No. Maxwell. Maar in deze video wil ik het gaan hebben over een vraag van Stijn Sociaal. Jij vraagt namelijk aan mij, wat voor werk doe je? Waarop Fleur Time zegt, YouTube. Met zo'n face van, duh. En ik vond dit dus een hele goede insteek voor een nieuwe video. Want het is echt niet zomaar zo dat iedere YouTuber ook YouTube als werk doet. Ik zou wel willen dat ik volledig YouTube als werk kon doen, maar dan heb ik toch echt niet genoeg geld om mijn hypotheek te betalen op dit moment. En mijn gas en licht, en mijn water, en mijn telefoonabonnement, Pathé Unlimited kaart, benzine, boodschappen, zorgverzekering, telefoonabonnement. En zo zijn er vast nog wel veel meer dingen. Ik kan dit echt niet allemaal betalen van mijn YouTube geld. Jammer, helaas. En toen ging de deurbel en toen was Poes weer weg. Kijk, natuurlijk ben ik nu wel op een punt dat ik ondertussen wel wat leuk geld met YouTube verdien. Maar om hier echt mijn baan van te maken, heb ik denk ik nog wel minimaal 4 keer zoveel views nodig als dat ik nu heb. Meow. Ik heb nu ongeveer 400.000 à 500.000 views per maand. Nou, keer 4 is dat ongeveer 2 miljoen views per maand. Ja, daar zitten we dus nog lang niet. Maar als we dus ongeveer de 2 miljoen views per maand hebben, dan denk ik dat je er ongeveer een salaris uit kan halen. 2 miljoen views per maand! In totaal heeft mijn kanaal nu 8 miljoen views. Ja, dus weet je, daar zit toch wel een gat. Dus eigenlijk wil ik jullie allemaal adviseren, als je YouTube doet puur voor het geld en je denkt dat het makkelijk is, af en toe een videootje uploaden, begin gewoon niet. Begin alleen aan YouTube als je het gewoon leuk vindt. Je vindt het leuk om een videootje op te nemen en dan gooi je het erop en dan kunnen je vrienden het zien en misschien gaan mensen je ooit volgen. Dat zou super leuk zijn als meer mensen je video's gaan zien. Maar doe het op die manier. Of doe het op de manier dat je echt een passie voor één ding hebt. Bij mij is dat Nintendo games. Ik heb Nintendo games gekozen als thema voor mijn YouTube kanaal, omdat ik gewoon helemaal gek ben van Nintendo games. Ik kan de hele dag over Nintendo games praten of Nintendo games spelen. Ik vind die games fantastisch. Mijn vrienden zeggen ook altijd tegen mij, Rik, als jij het over games hebt en met name over Nintendo games, dan gaat er bij jou een knopje om. Ik kan van mezelf best wel een rustig persoon zijn. Maar als ik het eenmaal over games heb, dan begin ik gelijk, blijf je mother! A piece of pear. A shiki to Pierre. Ja, dat is een knopje wat dan bij me omgaat en dat komt gewoon door Nintendo. En vanuit die passie ben ik dus aan mijn YouTube kanaal begonnen. En dat heeft inmiddels al mogen groeien tot wat het nu is.
400.000 à 500.000 views per maand en ruim 22.000 abonnees. En dat is super tof. Ik vind jullie echt fantastisch. Ik vind het zo tof dat jullie mij die views gunnen en die subs gunnen. Ik ben zo blij met jullie. Maar nogmaals, YouTube is dus niet mijn werk. Net als waarschijnlijk jouw vader en of moeder en of verzorgers, heb ik gewoon een echte baan. Ik werk de ene week 4 dagen en de andere week 3 dagen per week op een school. Misschien werkt jouw moeder ook wel op een school. En dan zie je mij misschien als YouTuber, terwijl ik doe hetzelfde als je moeder misschien. Ik moet op dit moment dus ook gewoon nog voor een baas werken om al mijn kosten te kunnen betalen. Natuurlijk hoop ik dat YouTube en Twitch op een gegeven moment zo groot wordt dat ik daar mijn werk van kan maken. Maar dat is dus nog niet zo. En ik ben nu al 4 jaar bezig met YouTube, hè? Kan je nagaan. Dat hou je alleen vol als je er passie voor hebt. Als je het leuk vindt om te doen. Anders zou ik al lang gestopt zijn. Nou, wat doe ik dan op die school? Ik ben geen docent. Ik wilde vroeger wel altijd leerkracht worden, maar ik wilde vooral gymdocent worden. Nou ging ik een opleiding volgen en ze zeiden van tevoren dat ik gymleraar kon worden. En toen zat ik op de opleiding en je voelt hem al aankomen. Toen kon dat opeens niet meer. Toen ben ik media vormgeven gaan studeren. Dit houdt in het ontwerpen van logo's en stijlen voor bedrijven. Het maken van posters, boekjes, flyers, magazines. Er zit een klein beetje webdesign in. En zo ben ik ook begonnen op die school. Ik moest dus alle promotiematerialen maken voor de school. Dus als er een boekje gemaakt moest worden over de opleidingen, dan moest ik die maken. Posters voor evenementen. Ik ben ook de social media gaan beheren voor de school. Inmiddels ben ik doorgegroeid naar de functie als senior content creator op de school. Dus dat is super leuk. We gaan veel meer doen met film en video. Daar zijn we keihard mee bezig. Dat is ook waar mijn passie ligt. Bij film en video. En ik vind het super leuk om dat nu ook dus voor mijn baas te mogen gaan doen. Dus eigenlijk ben ik daar nu ook onder andere met YouTube bezig. En dat is super leuk. Ik doe dat nu in mijn vrije tijd, maar ik doe het ook om op mijn werk. En ik denk dat ik dit nog heel lang vol kan houden, omdat dus hier mijn passie ligt. Bij het maken van video's. Maar goed, er zijn heel veel kinderen die als droom hebben YouTuber worden. En het kan. Maar het is wel onwijs moeilijk. Want net als jouw vader en moeder moet je later allerlei dingen gaan betalen. Want je wil waarschijnlijk ook een keer in een eigen huis gaan wonen. Een eigen huis en een plek onder de zon. En dan moet je dus doen van het geld wat je van YouTube krijgt. En nogmaals, dan moet je dus ongeveer 2 miljoen views hebben per maand. Ga voor de grap eens kijken naar welke YouTubers er minimaal 2 miljoen views hebben per maand. En zo Knol heeft dat, zeker. Royalistic zal het waarschijnlijk hebben. Game Meneer zou het waarschijnlijk hebben. Ze zijn er vast nog wel een stuk of 30, 40, misschien wel 50 te verzinnen. Of misschien 100. Ik weet het niet zo goed. Misschien zet ik nu veel te laag in. Maar in ieder geval, er zijn veel meer YouTubers die dit niet halen dan die het wel halen. Ik wil je absoluut niet ontmoedigen, maar ik wil je wel waarschuwen met deze video. Want ik ben er wel van overtuigd dat als je iets echt wil in het leven en je zet je daarvoor in, dat je het ook echt kan bereiken. Ik ben er ook van overtuigd dat als ik gewoon door blijf gaan met YouTube, dat het op een gegeven moment best wel gaat komen. Dat het op een gegeven moment best wel mijn baan zou kunnen zijn. Maar je moet er keihard voor werken. Want nog een dingetje, ik heb dus eigenlijk gewoon 3 banen op dit moment. De ene baan is gewoon op de school. Het andere waar ik dus ook geld mee verdien is YouTube. En het derde platform waar ik op actief ben is Twitch. Ik ben makkelijk per week 60 à 70 uur bezig met deze 3 dingen. En een normale baan is 40 uur per week. Dus ik werk elke week veel meer dan dat je alleen maar een baan hebt van 40 uur per week. Want dat is eigenlijk het maximale dat je kan werken voor een baan in Nederland. 40 uur per week, dan werk je 8 uur per dag, 5 dagen. In de week. Natuurlijk kan je overwerken, maar je contract is maximaal 40 uur per week. Maar met al deze dingen ben ik dus veel meer uur per week kwijt. En dat geeft helemaal niks, want ik vind het allemaal super leuk om te doen. Maar dit is ook wel een klein beetje de reden dat veel YouTubers op een gegeven moment tegen een burn-out aanlopen. Omdat ze gewoon veel te veel te doen hebben en geen rust meer hebben. Ik wilde deze video heel graag voor jullie maken, omdat ik gewoon eerlijk wil zijn in of je van YouTube je baan kan maken. En als je dat wil, hou dan dit in de gaten. Maak een YouTube kanaal van iets waar jij echt passie voor hebt, waar jij het elke dag over kan hebben. Doe het niet voor het geld. Doe het omdat je video's maken leuk vindt. En 3, ga door. Blijf consistent uploaden. Ga niet bij de pakken neerzetten als er een keer een abonneetje weggaat. En 4,
En dat is misschien nog wel de belangrijkste. Wees jezelf en wees eerlijk op YouTube. En natuurlijk mag je best een beetje gek doen, dat is geen enkel probleem. Maar het is wel belangrijk dat de content wat je maakt van binnenuit komt. Ik hoop dat jullie hier wat aan hebben en dat jullie het een leuke video vonden doen. In dat geval zeker even dat blauwe duimpje omhoog. Zet jouw nieuwe vraag hieronder in de comments, zodat er ook een deel 3 komt van een Rikka Q&A. En abonneer op mijn kanaal als je mijn content tof vindt en als je van Nintendo houdt. Wil je mijn live zien gamen? Volg me dan ook zeker even op twitch.tv/RikkaQ. Dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!